Dat bleef toch aanslepen. En ik ben terug fulltime gestart en na 2 weken zat ik terug helemaal tegen de grond. En toen heb ik gedacht van nee. Maar dat je dat in de pillen mag liggen, denk ik, oké, het zal wel zijn nut hebben. Ik denk niet dat ik kan. Ik moet zeggen, ik moet al heel veel van mijn sociaal leven in boeten. Ik moet eigenlijk al mijn energie aan mijn werk geven. Maar CVS genezen bij deze stand van zaken geloof ik niet. Dat is net zoals diabetes niet kan genezen worden. Of ouderdomsblindheid niet kan genezen worden. Men weet daar ook de oorzaak nog niet van. Het is raar, want ik voel dat dan bij mij vooruit gaan, maar je voelt de omgeving stilstaan. Ja, in de zin van, ik voel dat ik beter word, maar dan de omgeving voelt dat niet aan. Allee, die denkt dat je zo, weet ik veel, gehandicapt bent of dat je van alles niet kunt en dan. CVS is een syndroom, is een cluster. Het zijn een aantal fenomenen waar de patiënten aan lijden. Een van de belangrijkste is de chronische vermoeidheid. Maar daar zijn ook zeer zware cognitieve stoornissen bij. Ja, dus het onvermogen van het korttermijngeheugen om opnieuw dingen bij te leren. Wat men ooit geleerd heeft toen men nog beter was, dat heeft men altijd onthouden. Dat zal men onthouden. Maar nieuwe dingen bijleren, een taal leren bijvoorbeeld, is veel moeilijker voor een CVS-patiënt dan voor een andere. Er is ook het hele probleem van de spierpijnen, fibromyalgie, die nogal wat patiënten hebben, en wat dus rheumatische pijnen zijn. Maar het is niet omdat men aan het ene leidt, dat men ook aan het andere moet leiden. Ik voel het alsof het is zo zwaar, je voelt je naar beneden getrokken en krampen. En het is eigenlijk heel moeilijk om uit te leggen. Dus ik voel dat ik emotioneel toch wel labieler ben, als ik het zo mag zeggen. Gewoon. En voor de rest mentaal, of concentratie op dingen, bijvoorbeeld een lange conversatie, of dan heb ik ook moeite met stukken volgen. Er zijn een lijst van 100 symptomen, 100 is misschien veel, pak 50, die je kan invullen, die allemaal kunnen aanwezig zijn bij CVS. Dus bij de cognitieve stoornissen heb je de rekenproblemen, de geheugenstoornissen, de concentratiestoornissen. Dan heb je ook de keelpijn, het koortsig gevoel, de veranderde smaak, de overgevoeligheid aan licht en geluid. Zo zijn er nog x aantal symptomen waarvan men dus eigenlijk niet beseft dat ze daar kunnen bij horen. Dus veel mensen hebben veel klachten, maar ze denken dat dat dus allemaal een beetje apart staat, terwijl dat bij het geheel hoort. Ja, op dit moment weet men dan nog niet goed hoe dat in elkaar zit, echt. Nu, men weet dat de mensen met een CVS eigenlijk een genetisch minder sterk immuunsysteem hebben. Dus dat ook dat meestal overgeërfd wordt in de familie, waardoor dat men ook familiaal het regelmatig ziet voorkomen. Naast dus het immuunsysteem dat wat verminderd is, moet je ook een trigger hebben. Die triggers, dat kan verschillend zijn. Ik heb heel veel mensen die een hele lange periode van stress hadden die het ontwikkelen. Vandaaruit dat men ook het gemakkelijk ook psychiatriseert, het systeem. Men heeft het ook vaak na operaties. Men heeft het ook vaak na zwangerschappen. Zwangerschappen is dat is geen ziekte, maar een situatie waarin dat je immuunsysteem ook verandert, omdat je je kind niet wil afslaan. Dus vandaaruit, dat is een gevoelige periode om zoiets te ontwikkelen. Dan de bloedtransfusies, de infecties die je hebt, recidiverende infecties, opportunistische infecties zoals virale infecties, herpes,
chlamydia en mycoplasma. Dus dat zijn infecties die in je lichaam blijven rondhangen en die altijd weer reactiveren als het minder gaat. Hè. Dus het is moeilijk om er vanaf te komen, dus vandaar dat je ook altijd in die situatie blijft zitten, dat je er heel moeilijk ook uit geraakt. Tot nu toe heb ik eigenlijk heel weinig patiënten die kan zeggen dat ze genezen zijn. Genezen voor hen is dat ze kunnen werken, dat ze vrij goed kunnen leven, maar mits altijd toch wat rekening houden, voldoende rust nemen. Dus je kunt niet meer zo onbezorgd leven als tevoren. Op mijn 28ste eigenlijk ben ik pas tot de consultatie gekomen, omdat ik extreem, extreem moe was. Dat was dan eigenlijk net na de tweede zwangerschap, na de tweede bevalling eigenlijk. En dat was niet meer normaal. Ik bedoel, ik rapte eigenlijk bijna niet meer vooruit. Ik heb dan eigenlijk ook toen is eigenlijk begonnen dat ik heel veel ziek werd. Eigenlijk. Dus constant infecties, of de ene infectie naar de andere. Dan was het weer een sinusite, dan was het weer een bronchitis. Dan was het eigenlijk, het was telkens opnieuw iets. Ik raakte er precies ook niet bovenop. En uiteindelijk blijven zoeken en blijven zoeken en nog eens bloed trekken en we vonden niks. En het was altijd, het zal wel overgaan. Alleen je weerstand staat gewoon heel laag en dat is in het onderwijs. Dus je neemt alles wel terug mee op. En, dus we moeten gewoon aan die weerstand gaan werken. Totdat ik dan eigenlijk blijkbaar toch wel een serieus virale infectie heb gedaan. En na die virale infectie is het heel extreem geworden. Dus dan heb ik inderdaad, dan kon ik eigenlijk niet meer vooruit. Dan heb ik eigenlijk echt een periode gehad. Dan heb ik ook 4 volle maanden echt thuis gezeten en bijna 24 uur geslapen. En dus eigenlijk heel, heel extreem vermoeid. Ik kon eigenlijk nog amper van de zetel tot aan het toilet en dan terug op de zetel. Dus de minste inspanning kostte mij bergen energie. Ik had wel niks energie meer. Ja, en daar sta je dan. En dan is er het laatste nieuw dat men ontdekt heeft, dat is dat bij nogal wat patiënten er een parvovirus aanwezig is. Het zogezegde XMRV-virus. En men vermoedt nu dat dat parvovirus, dus een zeer klein, superklein virus, dat sluimert gedurende een hele tijd, op een of andere manier in het lichaam raakt. Hoe, dat weet men nog niet. Maar dan op een bepaald moment wakker wordt en bij de mannelijke populatie prostaatkanker veroorzaakt en bij een ander groot deel van de populatie, en dan hoofdzakelijk vrouwen, CVS veroorzaakt. Het feit dat vrouwen een meer vaker lijden aan CVS is omdat hun immuunsysteem anders werkt dan dat van mannen. Vrouwen zijn zo genetisch geprogrammeerd dat ze een vreemd lichaam in hun lijf, zijnde een foetus, kunnen accepteren. Ja? En dat hun eigen immuunsysteem, dat vreemde element, dat voor de helft bestaat uit genetisch materiaal dat van een totaal vreemd lichaam komt, sperma van een man, dat dan niet afgestoten wordt. Een tweede zaak is dat vrouwen, gezien het feit dat ze leven met een cyclus, gewend zijn van beter naar hun lichaam te luisteren dan mannen. Dus een vrouw zal veel eerder voelen dan een man dat er iets verandert in haar lichaam. Ik heb de houding om 50% responsabiliseren van de patiënt. Dat wil dus zeggen, je bent niet machteloos. Je kunt zelf een stuk aan je probleem doen door te weten wanneer dat je moet stoppen, want dat is niet altijd simpel. Op een moment ben je redelijk en dan kan je wat meer aan, en op andere momenten wat minder en dan kun je minder aan. Maar om dat zelf te gaan bekijken en te zien van, ik kan daar invloed op uitoefenen. En dat is heel belangrijk. Het zijn ook degenen die het beste gaan op termijn, die dat zelf een stuk in handen nemen. En dan de 50% proberen we te zoeken door bijvoorbeeld uitgebreid bloedonderzoek naar infecties, naar door, zoals ik al uitgelegd heb, die dingen na te kijken en te zien waar dat we eventueel kunnen op inspelen. Wij geven soms ook baksters met immunoglobulines. Ja. Nu, wij zijn daar, we hebben daar problemen mee met RISIF, dat is waarschijnlijk wel bekend. Het RISIF zegt CVS,
heeft dat niet nodig. CVS-patiënten moeten dat niet hebben. Nu, wij geven niet aan CVS-patiënten, aan alle CVS-patiënten die behandeling. Dat is gewoon een selectief deel, een paar procent die voldoen aan de criteria. En dat bestaat uit het feit dat ze dus een laag immunoglobuline gehaald in bloed moeten hebben en dat ze recidiverende infecties moeten hebben, bacterieel. En als ze daaraan voldoen, dan vragen wij die goedkeuring aan om dat te krijgen, omdat dat nog een duur behandeling is nu. De meeste patiënten die dat krijgen, zijn daar heel tevreden van. Die voelen zich daar echt heel goed mee. En, maar als het stopt, gaat het weer slechter. En dat is vaak het probleem, hè, dat je ze niet kan definitief genezen. Je kan ze beter maken, maar als je ergens te ver gaat, loert het terugvallen altijd weer om de hoek. Het is een heel zware periode geweest, maar eigenlijk vind ik van mezelf dat ik er wel een stuk sterker ben uit geworden, omdat je toch voor een stuk helemaal anders naar het leven gaat kijken. En je gaat echt van de hele kleine dingen beginnen genieten, dag per dag nemen. Allee, kun je ook niet anders, kun je niet zeggen van, soms is dat wel moeilijk, dat vind ik nog altijd, dat je niet altijd van lang op voorhand dingen kunt plannen. Maar ook daar ben ik leren mee omgaan. Oké, als je dingen plant en het lukt die dag toch niet, ja, dan moet je het maar afbellen. Gewoon omdat je anders achteraf weer zodanig je terugslag krijgt dat het eigenlijk niet waard is.